Welkom bij de intro van de weekvlog. Oké, opnieuw. Welkom bij de intro van de weekvlog. Rick. I love you. Je wilt altijd je dingen, wat zeg je normaal? Opnieuw. Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef hem alvast een duimpje omhoog en abonneer. Veel plezier met kijken. Oh, ik moet wel stoppen. Oh, oké. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen en wij gaan zo naar Equestrian Plus. Ik had gezegd zondag, maar ik bedoelde dus zaterdag. En daardoor zit ik al vroeg op mijn paard. Tess is in de binnenbak aan het rijden met Fa. Ik ben gewoon even lekker in de buitenbak, omdat het droog is en het waait niet zo heel hard. Dus ik vind het heel fijn om dan buiten te rijden. Ik ben bijna de enige, dus alleen die mevrouw daar nog. En voor de rest niemand. Alleen hier hoor. Ik ga niet springen, ik ga gewoon een beetje rijden, want ik heb morgen een wedstrijd. Nou, heeft iemand nog een paard over? Ik heb mijn grijze broek aan, dus mag je ook wedstrijden mee rijden. En wat zoek je dan precies? Iets wat springen kan? Ja, kijk het. Nou, het is best wel een soort internationaal hebben hier. Italië. En ik zie hier heel veel... Ik zei IJsland, maar ik bedoel Duitsland. Nederland hebben we ook gewoon. België misschien ook? Weet ik niet, ik zie daar ook weer een buitenlands kenteken. Klaar voor de wedstrijd, alleen Tess had haar niet gedaan. Dus toen moet ik doen en dan staat dat zo. Moet dus even gekroeld en geknuffeld worden. Terwijl ik het haartje van Tess doe. Dat is wel heel erg gek sinds. Terwijl ik het haar van Tessa doe. Ja, bel wie het lekker. Ja. Zo, ons Tessie is aan het losrijden. Mijn bel moet een beetje doordraven. Nou, galopperen. Maandag en Tess is vrij. Oh, dat was mijn vinger, sorry. En dan heeft ze de hele bak voor haar alleen. Dat je de bak voor jou alleen hebt. Dan kan ze even lekker oefenen. Volgens mij is het veel interessanter om te kletsen dan om te rijden vandaag. Ze hebben het daar maar druk mee. Is al lekker buiten. Die heb ik even een kwartiertje gelongeerd. Helemaal vrij met helemaal alleen maar stappen en los, dat lukt niet. Maar is de volgende dag toch weer wat last van haar buik. Dus die heb ik een kwartiertje toch even laten draven galopperen. En deze is gewoon los, vrij vandaag. Het is lekker hoor, moet die zon zien. Heerlijk. Dinsdag, prachtig weer. Vandaag gaan we een dagje naar de Efteling, dus ik doe alleen 's ochtends de paardjes en Chris en Kim doen de paardjes vanmiddag. Maar wat is het mooi jongens, he, heerlijk. Vertel maar wat je aan het doen bent. Ik ben op de kaart aan het kijken, alleen kan ik niet zien. En waarom ben je op de kaart aan het kijken? Omdat ik dat wil. Waar zijn we? Bij de Efteling. En waarom zijn we bij de Efteling? Voor mijn verjaardag. Oké, dus we gaan de hele dag achter Tessa rondrennen, aanrennen. Het is ook nog dinsdag en je bent vrij. Ja. Dus als het goed is, hoeven we bijna niet te wachten vandaag. Nee. Waar wil je dus eerst heen? Naar de Baron eigenlijk, maar die is... Kijken waar de bron zit. Misschien kan je het beter aan de jongens vragen, die hebben er meer verstand van. Het raakt niet uit, ik ga kijken waar de bron zit. Ik moet weer op de kaart kijken. Alweer. We komen net van de kaart af. Volgens mij moeten we hier links.
Nou, wat doen ze in de Efteling? Een eekhoorn. Nou, stoppen! Onze dierenvriend is toch een blinder diervriend als ze aangevallen wordt door meeuwen. Gaat ze schreeuwen tegen ze? Waar is de eend? Gaat ze een beetje raar doen? Nee, hé, voor de eend! Ja, zodra je iets aan die beesten geeft, word je gewoon aangevallen. Waar is de eend? Ja, maar de eend die krijg je niet. Jawel. Dus een tip. Geen eentjes voeren, dan komen de meeuwen. En de meeuwen, vallen je echt gewoon aan. Justine. Niet rennen. Justine. Ja, wat hoor je? Oh, op jouw verjaardag. Heerlijk. En dan komt ze ook gewoon zo met die topoes. Nou, daar heb je er, daar sta je dan mee, goede gedrag met een topoes in je handen. Maar ze zijn wel van de lekkerste bakker. Oh nee, dit zijn de beste van Nederland, hè? Ja. Echt. Zo, oh god. Ja, hap. Kijk of het eruit spuit. Spuit er niet uit. Ik lust het. Zo, dit was de weekvlog. Leuk dat je hebt gekeken naar deze. Geef hem een duimpje omhoog. En niet omlaag. Nou, nee, doe maar niet. Nee. En dan zien we jullie allemaal de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dan hoor je bij de Hart van Paarden. Als je erop klikt, dan is dat heel cool. Nou, oké. Doei. Doei.